goed, nog iets anders. Waarom ben ik zo vroeg? Omdat ik zo meteen weer naar Juliana moet. We zijn van de week weer begonnen voor de voorbereiding van de competitie. Voor de competitie, hoofdklasse. Vandaag een hele dag. Dus we gaan om 10 uur gaan ze beginnen met trainen tot een uur of 11:30. Dan gaan we met z'n allen even lunchen. Dan een korte bespreking over het seizoen. Wat regeltjes die er gedaan moeten worden. Er zijn wat wijzigingen heb ik plaatsgevonden met betrekking tot wat zaken. Dus die worden doorgenomen en dan later op de middag gaan ze nog een keertje trainen. Waarschijnlijk zal het een soort met partijtje zijn, eindpartijtje. Toch wel lastig om te praten en parkeren tegelijk. Even opletten dan. Ik moet toch zo weg, dus het gaat zo weg. Nou, en dat dus. Dat ga ik daar doen. Ik ben vrij laat. Ik moet dus nu nog gaan douchen. Dan even omkleden en dan moet ik alweer gaan. Ergens rond 9:15, 9:30 zal ik er zijn. En het is nu ongeveer 9:10. Dus zal ik nog even haasten. Maar dat neemt niet weg. Wat ik misschien ga doen, is dat ik straks even buiten mijn eigen reglement, want normaal gesproken pak ik dit momentje 5 tot 7 minuten ochtendpraat. En dan is het klaar. Hoppata. Ik denk dat ik straks even een stukje ga proberen te filmen. Dan kunnen jullie een beetje zien wat ik bedoel met die ochtendtraining. Oh, hoe ga ik dit doen? Dit ga ik zo doen. Op het sleuteltje pakken. Deurtje open. Sleuteltje weg. Spulletjes pakken. En dan gaan we erbij. Oh, zonnetje. Nou, dat was de bidon. En daar zijn de honden, die komen eventjes begroeten. Hey, hondjes. Even stil. Nou, dus nogmaals, ik ga nu even douchen. En waarschijnlijk zie ik jullie straks heel eventjes op het veld. Dan moet ik even kijken hoe dat uitpakt. Dus, en anders waarschijnlijk eind van de middag dat ik even iets ga doen. Dus alvast blauw duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal en dan zie je sowieso volgende week weer met de zon in de plaat. Groetjes. En voor degene die vanmorgen mijn zondagpraat volgen, hebben we dit natuurlijk al gehoord. Ik ben onderweg naar Juliana, de voetbalvereniging waarbij ik de sportverzorging doe. Die hebben vandaag een dagtraining. En dat is niet een dagtraining, maar een dagtraining. Dat houdt in dus, dat wij nu heel vroeg daar zijn. Dan hebben we ongeveer 1,5 uur ongeveer training. Dan hebben we met z'n allen een lunch met een kopje soep en een broodje. Dan op een gegeven moment even wat nieuwe regels bekendmaken. Wat de trainer wil, visie, noem maar op. In grote lijnen is de visie wel al bekend. Want de trainer heeft alle spelers voordat hij trainer werd bij ons. Heeft hij met alle spelers gesproken. En dus we weten eigenlijk een beetje wat hij ongeveer wil. Wat hij wil gaan bereiken. De vorige 3 seizoenen heb ik samen met Remco Bizantini gezeten bij Juliana. Remco Bizantini, voor misschien degene die kijken, wel bekend en anderen misschien niet bekend. Remco was toen de tijd bondscoach van het Curaçao's elftal. En nu is hij assistent bij Canada. Door wat situaties die hij heeft meegemaakt, die best wel vreemd verlopen zijn in Curaçao, gaat hij dit seizoen ook zijn cursus met coach betaald voetbal doen. Dus daarmee kon hij dit bij Juliana niet meer gaan doen. Dus is hij gegaan. En nu hebben wij
Osterman. Persoonlijk, goede vent. Eentje die, die weet wat hij wil. Die een beetje de kracht erop legt. Lopende mensen. Daar houdt hij van. Maar een heel nieuw spelsysteem dan wat Remco deed. Remco deed het echt een beetje vanuit de tactiek. Ton doet het ook vanuit een tactisch oogpunt, maar hij houdt wel van werken. En het, ja, dat is ook mooi om dat mee te maken. Te veel geluid. Hop, jammer, dakje dicht. Nou, je ziet af en toe dat ik met een handdoekje bezig ben. Dat komt dus, zoals ik zeg, de zondagmorgen praat. Zondagmorgen praat is een praatje die ik altijd doe. Als ik wat heb hardgelopen hier in het bos, rijd ik toevallig nou net voorbij. Hier achter in dit bos. Daar ligt een mooi trimparcours. Het is ongeveer iets meer dan een kilometer lang. Het is een mooi eikpunt. Daar heb ik vanmorgen 3 rondjes gelopen. Ja, in de nieuwe tijd. Ik ben onder de 6 minuten per kilometer gekomen. En dat was een streven die eigenlijk al ruim een jaar staat om daar naartoe te komen. En vandaag heb ik hem gehaald op 3 rondjes. Nou gaan we dit uitbouwen. Ik heb al de uitbouw gehad naar 5 rondjes, maar dan ligt het wat tempo iets lager natuurlijk. 4 rondjes wil ik gewoon eerst schommelen. Vanmorgen was het vroeg, of eigenlijk te laat om te gaan beginnen. Dus ik moest. Dat ik nu naar Juliana ga, kon ik hem niet langer maken dan 3 rondjes. Enfin, 3 rondjes lopen, onder de 6 minuten per kilometer. Ik vond het goed van jezelf. Nou, dan ga ik dus naar Juliana. Ik wil proberen om dadelijk wat beelden te maken. Ik doe het wel nu met de telefoon. Sommigen weten het wel dat ik met YouTube bezig ben, maar sommigen weten het niet. En het is natuurlijk, ik ben daar als verzorger. Ik ben daar niet als Rikstof van de stofjes die aan het vloggen is. Dus ik ben daar verzorger, dus ik moet ook wel een beetje alert blijven op dingen die er mogelijk gebeuren. Aan een blessure of iets dergelijks waar ik iets kan doen. En als ik dan lekker aan het vloggen ben of iets dergelijks, dan let ik daar niet op en dan heb je daar misschien wel dingen voor. Dus ik ben daar voor verzorging. Maar soms zijn er van die momenten dat ik eventjes op de bank kan zitten of even een beetje rondlopen op het park. Dat ik dan misschien toch even wat filmpjes kan maken. Maar dan ga ik straks even zien hoe dat gaat lopen. Verlopen. Nogmaals, een lange dag vandaag, tenminste qua sport. Ik ben net overigens vergeten om op de weegschaal te gaan staan. Dat is normaal gesproken ook een dingetje. Na het hardlopen, douchen, wat rust, ga ik altijd op de weegschaal staan. Ik ben natuurlijk ook een heel klein beetje bezig om wat af te vallen. Ik ben inmiddels rond de 100 kilo gekomen. In januari was dat 108, 8,7 ongeveer. Voor 2 weken terug zat ik op 98, dus dan ben je ruim 10 kilo afgevallen. Alleen vorige week was het in één keer weer boven, terwijl ik eigenlijk niks geks had gedaan. Maar het weegmoment lag wel ergens anders, ik weet niet of dat mee te maken heeft. Dus als ik vanmorgen, goed voor de mensen die vanmorgen die mijn zondagpraat volgen, die weten dit al. Zoals ik vanmorgen eigenlijk al had gezegd, is dat vorige week ben ik gaan hardlopen. Na het hardlopen ben ik meteen door naar de fitness gegaan. Toen heb ik daar een uurtje nog gefitnessd. En dan ga je natuurlijk ook veel water drinken. Dus wellicht die twee dingen bij elkaar. Dus en het weegmoment op een later tijdstip, ruim 2 uur later dan normaal. Of laat ik zeggen 1,5 uur later dan normaal. Plus veel water. Wellicht dat dat er misschien mee te maken heeft gehad dat ik daardoor weer was aangekomen. Gevoelsmatig dus. Maar goed, nu ben ik het vergeten, dus ik sta nu ook eventjes in het ongewis. Wat is het nou? Maar goed, als ik kijk naar mijn buik gisteren waar we wezen winkelen in Wijchen,
samen met mijn vrouw een keertje begonnen met z'n tweetjes. Even een keer lekker weg. We waren deze winkelen en toen kwamen we bij een winkeltje aan en ik zag daar kleren hangen. Ik had een korte spijkerbroek gekocht met een blouse en een t-shirt. En ik pak buiten, of aan de hanger, de broek. En ik pak een XL. En ik trek hem aan en ik denk van wow, die is veel te groot. Nou, ik ga op zoek naar een L'tje. Ik trek mijn L'tje aan en hij zit. Tja, natuurlijk heeft het er ook mee te maken met een soort broek of kledingstuk wat je hebt, wat vandaan komt. Want mijn t-shirtje was, of mijn een soort blouseje en een shirt, waren wel alle twee XL, die waren alle twee wel goed. Maar de broek, ja, een L'tje. Dus ik vond dat ook wel apart. Het is al heel lang geleden dat ik ooit een L'tje heb gedragen. Dus ja. Ook wel weer leuk om te zien voor jezelf dat wat je doet, je eetbeperking, of tenminste niet echt beperken, maar wel wat veranderingen in je eetpatroon, wat minder snoepen, bewegen. Nou goed, uiteindelijk merk ik gewoon dat ja, door dit het hardlopen gewoon steeds beter gaat. Nou, dat blijkt wel uit het resultaat qua tempo. Ik zet dit soort dingen ook een beetje op Insta. Ik maak altijd iets van een Insta stukje. Alleen ik moet daar nog een beetje aan wennen hoe dat precies werkt. Met de stories en feeds en reels. Dus ik ben er ook een beetje mee bezig. Ik heb natuurlijk wel al een Insta pagina, zoals het dan mooi heet. Of gewoon de_stofjes. Niet, maar ik moet daar nog aan wennen om, ja, om daar iets mee te kunnen gaan doen, of te gaan doen met Instagram. Morgen gaan we naar een nichtje van mij, mijn petekind. Die heeft ook een Insta pagina, Leandro Carolina Lisjes. Of zoiets. Ik ga het wel even opzoeken en dan zet ik het wel hier even boven in de comments. Of in de dingen die stuur ik, zet ik wel even een linkje erin. Of onder in de comments. En die doet het heel leuk. Met babykleertjes, met tekeningen die ze zelf maakt. Het is maar een soort. Je mailt haar dan. Ik zeg van god, ik wil een bepaalde tekening hebben van noem maar op wie wat. Daar maakt zij een soort pentekening van, heel apart. Kijk of ik een fotootje eventjes erop kan zetten, dan kun je het zien. Ja, dat doet ze echt, dat is echt leuk, echt leuk. Ze heeft volgens mij nou iets van bijna 5000 volgers ofzo. Dus ze zijn niet heel groot, maar ze doet gewoon, is gewoon leuk. En dat kleine dropje wat ze heeft, Lopke. Dropke Lopke. Zo'n lief kind. Zo'n lief kind. Dat is leuk. Dat is leuk. Echt een super creatief netje. Ze is al best wel lang bezig hiermee. Eerst ook met voeding. Zij heeft toch wel een beetje wat ik heb. We hoeven eigenlijk maar naar eten te kijken en dan komen we eigenlijk wel aan. Zij heeft daar ook wel wat last van. Dus ze moet ook goed opletten wat ze eet. Nou, dan blijkt ook dat ze nog iets anders onder de leden heeft. Dat hoeft niet altijd iemand te verkondigen wat het is. Maar goed, daar heeft ze ook mee te kampen nu. Maar het is onder controle. Het is nu onder controle. En uiteindelijk gaat het toch over de dingen die ze doet. Nogmaals, keileuk. Ik zal iets in de comments zetten. Nou, ik ben er bijna. Nog ongeveer een goede 3-4 minuten. Dan ben ik er. En dan ben ik benieuwd wat de rest van de dag is geweest.
geweest. Daar kom ik later op de dag wel op terug. Zeg nogmaals, misschien dat ik nog wat filmpjes tussendoor kan maken. Die ik erbij zet. En dan zie ik in ieder geval het eind van de rug. Dus zeg in deze vast tot laters. Nou, zoals je hier ziet, het sportpark, zoals ik al zei. Straks zijn we bezig met de warming-up. Mannen. Selectie van Juliana. Bezig met de warming-up. Wat andere paar strafoefeningen. Vandaag een beetje losgegaan. Beetje lekker. Nou, dit is ongeveer een deel van de groep. Dat is nog een deel met vakantie natuurlijk. Want we zitten natuurlijk in de vakantieperiode. Zoiets. Nou, ik ga straks nog even kijken of ik wat extra's kan doen. Maar voorlopig is dit het eventjes. Teamcoördinatie, hier mensen. Ook dit hoort erbij. Leuk. Ziet eruit als een leuk spelletje. Kijk, daar gaat het al mis. Teamcoördinatie. Wie gooit te hoog, wie gooit te laag. Dan opvangen, snelheid maken, overgeven. Lely en Paul. Netjes. En natuurlijk de beloning voor het foutieve gedrag. Lekker. Blijf leuk. Je kan het beter wel rustig aan doen, dat het goed gaat. Kijk, we hebben afspraken gemaakt, dat is het. Afspraken maken, hoog, laag. Nou ja, het linkerteam. Twee keer gewonnen. Twee keer. Hallo lieve mensen, dit was het dan. Begin. Dit was het dan. We hebben getraind. Het is nu 4:30. Ik heb toch een paar beelden kunnen maken van de training. Dan is zo'n dag toch best lang. Dus morgens vroeg als een training. Dan zo'n lunch tussendoor, lekker soepie. Lekker tomatensoep. Krantenbolletje kaas. Een broodje ham. En een broodje worst. Dat is wel lekker. Kopje koffie erbij. Een randje erbij. Goeie lunch. Dan zei ik het zelf. Oh. Nee, het was goed. Maar het is zo'n dag, zo'n trainingsdag, is toch ook best wel vermoeiend. Het is warm, temperatuur. Even kijken of ik het ergens nog kan zien. 28 graden deze keer op het dashboard. Dus de temperatuur is ook nog eens behoorlijk aan de kant. En
Ja, ik kan op zo'n sportveld toch ook niet stil blijven zitten. Ik moet dan ook weer dingen doen. Af en toe het bal ophalen die ze misschieten of wat dan ook. Dus ik ben ook altijd wel bezig. Ja, het is een hele dag door. Het wordt ook wel een beetje vermoeiend. We zaten net even wat na te praten. Over het komend seizoen, over kleding, over wat de trainer nog heeft. Toen betrapte ik mij toch wel dat ik af en toe een beetje met mijn ogen moest knippen. Omdat het gewoon door de temperatuur een beetje vermoeid door de activiteit die ik heb gedaan vandaag, vanmorgen, vroeg al. Hard gelopen in het bos, dan nou in één keer de hele dag op het warme veld staan. Natje, droogje erbij. Dat pakt best wel aan. Maar dat geeft niet. Dan ben ik eigenlijk vergeten om nog extra water mee te nemen. Dat is nou jammer. Ja. Maar voor de rest, super dag gehad. Ze hebben goed getraind. De groep was niet zoals ik al in het eerste stukje zei. Van het, toen ik de selectie heb gefilmd, had ik al aangegeven dat de selectie niet helemaal compleet is. Natuurlijk ook vanwege vakantie, ze hadden een paar vakantie. Eentje die was thuis, die voelde zich niet meer lekker. Ook dat kan natuurlijk steeds gebeuren. Nou ja, goed, en dan sta je met een mannetje of 14 op het veld. Wat eigenlijk dan wel jammer is, want je hebt een selectie van 19 of 20 personen, geloof ik. Dus je mist er eigenlijk nog wat. Dan is zo'n dag voor sommige spelers ook lang. Je hebt nog spelers bij zitten die nog een lichte blessure hebben of die juist blessure gevoelig zijn. En dan moet je er allemaal voor zorgen dat die dan niet weer in zo'n blessurespiraal komen. Dus daar moet je voor zorgen. En de trainer heeft daar een zeggenschap in. En wat hij doet, hij vindt gewoon heel belangrijk. Het zijn al natuurlijk de voorbereidingsweken. De voorbereiding moeten we gewoon zo blessure mogelijk vrij doorkomen. Want iedereen is hard nodig in de competitie. We hebben lange competitie. Twee wedstrijden minder. Omdat we één team minder in de pool hebben zitten. Maar al met al zijn er nog steeds genoeg wedstrijden die er gespeeld moeten worden. Dus dat. En hij houdt daar rekening mee. En als een speler, wil natuurlijk niet zeggen dat als een speler maar eventjes klaagt dat hij meteen van het veld af kan. Dat gaat natuurlijk altijd een overleg. Speler zomaar in één keer dat gaat aangeven bij de trainer van ik heb daar last van zonder dat hij bij mij geweest is. Dan zal de trainer niet zomaar zeggen van dat is goed. Ze zullen eerst bij mij moeten komen. Dan kan ik dat beoordelen. En de aanleiding daarvan. Zeggen van oké, stoppen. Of uitstappen en eventjes andere oefeningen doen. Er zijn nog meer mogelijkheden. Ik ben benieuwd wat ik daar thuis nog tegenkom. Ik heb vanmorgen weer sinds lange tijd gewerkt na de operatie. Was wel leuk, maar ook vermoeiend. Hoe dat gegaan was. Ja, ze zei inderdaad van het werk aan zich was goed gegaan. Maar dan kom je thuis en dan is het toch inspannender dan wat ze gedacht had. Dat geeft niet. Dat moet ook wel weer komen, dat ritme. Ik ben ruim een jaar eruit geweest vanwege corona. Of drie kwart jaar vanwege corona niet kunnen werken.
verzinnen. Voor slechte communicatie of dat soort zaken. Dan moet je toch wel gaan uitvogelen. Maar hoe dan? Hoe kan dat ontstaan? Normaal gesproken is Nederland altijd juist goed in die communicatie. Waarom dan nu niet? Niet scherp genoeg. Door dat je gewoon op zo'n Olympische Spelen als deze met coronamaatregelen, noem maar op, niets, gewoon niet scherp bent. Ging het te makkelijk. Waardoor je niet scherp bent als leiding. Die dat dan in de gaten moet houden wie er weg zijn, gesprongen, noem maar op. Ik weet niet, zeg maar. Er zal natuurlijk wel erg over nagepraat worden. En zeker op het moment dat je de blunder begaat dat Van Vleuten denkt van, hey, ik heb gewonnen. En het blijkt dan dat er anderhalf minuut van tevoren al iemand voorbij is gegaan die gewonnen heeft. Hey, hoe dan? Nou ja, dat zijn allemaal van die dingetjes die kun je zeggen, die kunnen gebeuren. Maar op zo'n niveau mag dat niet. Mag niet gebeuren. Nou, gisteren natuurlijk naar de Nijmegen geweest. Ik weet niet of ik dat al gezegd had vanmorgen. Ja, volgens mij. Ik weet niet meer. We waren niet van Nijmegen geweest. Gisteren een nieuwe vloer besteld. Voor een woning. Woonkamer. Alles bij elkaar. Gaat daar nog een hele mooie. Naar onze mening hele mooie kamer. Dus we moeten morgen nog even bellen om een container te laten komen die we naast huis laten plaatsen, zodat we daar op de rotsen in kunnen knikkeren. Niet alleen vanuit de woonkamer, maar gewoon vanuit het hele huis. Wat over is, wat weg kan, gewoon het pakket in die container, klaar, afvoeren en weg ermee. De schuur hebben we ontzettend veel rotsen in staan. In de loop de tijd opgebouwd en gespaard. Right. Er zijn wel wat dingen die, waarvan ik zeg van nou, daar wil ik nog wel even mee wachten. Om het zomaar weg te knikken. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan oplossen. Ik heb bijvoorbeeld twee scooters staan. Die het in principe doen. Bij eentje hoeft alleen maar een nieuwe accu erin en dan doet hij het. En bij de andere eigenlijk hetzelfde. Alleen bij eentje, daar is een keer meegevallen, er zit nogal wat schade aan. Kappen, schaafplekken, stukjes kapot, noem maar op. Nou, we hebben voor een paar maanden terug, een maandje terug, anderhalve maand terug, hebben we twee nieuwe scooters gekocht. Dus we hebben twee scooters over die willen verkopen. Dus als er iemand interesse heeft, graag in de comments op reageren. Eentje is een Bullet 50 van TGB. Zelfs met een geel kentekenplaatje. En de andere is een Benjui. 50 of een 35 kilometer scooter met een blauw plaatje. Zo'n retro scooter is dat. Blauw crème. Daar is dus meegevallen en daar zitten wat beschadigingen aan. Maar in principe, een dingetje rijdt eigenlijk best goed. Maar ja, als ik zo ongeveer per scooter zo'n 150 euro kan beuren, dan zijn ze weg. Dan heb ik nog een oude motor staan. Die doet het niet zo heel erg goed. Kawasaki. LTD 550, Amerikaans model, een beetje een half sokkel modelletje. Motor is niet helemaal oké. Voor een goede hobbyist die verstand heeft van motoren en die ook de ruimte heeft om te sleutelen, is het een ideaal ding. Er zit niet te veel elektronica poespas aan. Het is gewoon een pure motor met wat bedrading voor de verlichting, starten en dat soort zaken. En daar is het. Een hele simpele beetje motor, een 82 al, een all-timer, als het goed is. Ja, hij is bijna 40 jaar. Hij is 40 jaar. Nee,
SA geprobeerd. Voor het stuur van die motor geprobeerd op mijn motor te zetten, maar dat ging uiteindelijk niet, omdat de dikte van de stuur dunner was dan de originele dikte van die 7,5 motor die ik nu heb. 750cc. Dat noemen ze dan een 7,5 ATD 7,5. Dus dat paste niet. Ja, dan heb ik ook niet zo heel erg veel zin om dat dan even aan me terug te plaatsen en netjes te maken. Dus die mag eigenlijk ook voor een halve kras weg. Dus ook hier, even, als je interesse hebt, ik zal even kijken dat ik er een foto van op kan zetten. Dus heb je interesse, graag even reactie. Of maak even een pb'tje. Kan helemaal niet. Pb'tje bij Insta. Maak in ieder geval een reactie onderin. En dan komt het goed. Denk ik. Zo. Dat was een bochtje. En het bochtje leidt richting huis. 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 Chandoshi, wat is het toch nog warm? Jemig, te pemig. Nou mensen, ik zou zeggen tot de volgende keer. Nogmaals, als jullie dit leuk vonden van vandaag, graag een blauw duimpje omhoog. Netjes abonneren op dit kanaal. Dan kijken we voor de volgende keer weer. Vlog van ons. Ja, dat is een linker straatje hier. Rechts in voor natuurlijk. Dus ja, moet je af en toe uitkijken als ze hier en ik heb eruit komen zetten. Oh, merk nou wel. Ik ben gewoon aan het zweten. Ik doe niks. Warm auto zitten, dat doe ik. Gewoon aan het zweten. Goed. Nou, dan gaan we de auto parkeren. Dat heb ik al een keer gestuurd. Ze heeft precies zelf. Jij vroeg speur. Daar heb je het nog een keer om gevraagd, maar dat is de enige foto die ik kon vinden. Hallo? Dank je! Hallo? Ja? Ja, het is wel best warm. Oh. Wat?
En waarom heb ik dan alleen maar dit soort foto's gedaan? Ja. Ik heb die foto helemaal niet meer opstaan. Op de... Weet je, als ik allemaal foto's zie maken, dat mij dat heel erg aan jou moet denken. Aan? Aan jou. Omdat ik ook foto's maak. Jij deed dat ook altijd zo. Ja. En dan zo. Zij kan echt net zo'n gezicht trekken als dat jij dat kan. Maar jullie leken vroeger ook heel veel op elkaar. Ook een deel hebben dit. Ah. Ik ben hey. Mooi. Ik dacht echt dat ik hem kunnen naar het water schudden. Nou, mijn naam is Jan. Grote modelletje. Was het, was het trouwens? Zo, lieve dames en heren, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. De zondagvlog, sportvlog. Daar ga ik hem ook onder zetten. Sportieve vlog. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Blauw duimpje omhoog. Graag even abonneren op dit kanaal. Dan zien we de volgende keer weer terug. Toppie!